allemaal. Het is 10:30. Dat houdt in dat de tulledienst weer gaat beginnen, zoals traditioneel al vele jaren achter elkaar. Ik heet in elk geval iedereen van harte welkom, met name Marjan van Tampen, onze burgemeester. Ik zie hem net binnenschuivelen, de heer Hilbert Limpers. Dat is wat mijn briefje hoor. Hij komt net binnenlopen, dat is de voorzitter van het district van de Federatie van Volkeristische Groepen in Nederland. Welkom, heer Limpers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wel, het programma van vanmorgen is traditioneel, zoals alle jaren. We beginnen dit keer met de vier zangers. Ze staan achter mij al klaar. Hierna komt dominee Albert van Dossen een woordje tot u richten. Nadat de dominee zijn stichtelijk woord gehad heeft, gaan de dansers vroeg onveilig maken. Daarna krijgen we, in dit geval niet door de Joodse, maar door Annie Kraan, het praatje over de tuil, hoe de tuil in elkaar zit en wat je ermee moet doen. En daarna gaan de kinderen een rondgang maken. Die lopen aan de touw, ze zingen wat en ze gaan dwars door de kerk heen. En de opa's en de oma's die zijn dan geneigd de kinderen een kleinigheid voor de kermis in hun hoedje te stoppen. Dat kleinigheidje is ook bedoeld voor de kinderen op de kermis. De oude traditie van een tulle-uitreiking is in 1971 door de Wieringer middenstand weer in ere hersteld. Te weten, mevrouw Lot Boermond en de heer Jotakers, die hebben dat weer opgepakt en de eerste keer was in de Oosterlanderkerk. Daarna bleef het in Hippolytushoef en hebben de Wieringer zangers en de Wieringer dansers de organisatie later overgenomen. De tuil is een wit, hoog, vierkant, warm broodje met een knapperig korstje van onder. Alleen met de Wieringer kermis worden de tuilen gebakken. 3 dagen lang kunnen wij bij de bakker rond het middaguur de warme tuilen gaan ophalen. We nemen dan een mand mee met theedoeken en handdoeken om ze lekker warm te houden. Ik heb er wat voor u meegebracht om even te laten zien. De tuin. Op een speciale manier werden de tuinen vroeger gegeten. Men haalde het onderkapje eraf, maakte een gaatje in het bovenstukje, de tuil deed daar boter in en door de warme tuil smolt de boter en plukte men plukjes tuil en doopte dan in de boter. En altijd zo. Het onderstukje werd dan met een plakje ham opgegeten. Maar ik denk dat heel vroeger een warme witte tuil al lekker was als tractatie. Wat vroeger ook gebeurde, de kinderen die liepen al dagen van tevoren door het dorp aan een lang touw en die zongen dan lauw, lauw, trek aan touw, over 4 dagen begint de kermis. Deze traditie gaat aanstonds weer door de kerk lopen met de kinderen aan een lang touw. Ze lopen 2 keer door de kerk en ze hopen dan natuurlijk op een kermisseentje van u. Namens de Wieringer zangers en de Wieringer dansers wens ik u straks smakelijk tulle eten. Thank you.
Sommige mensen zeggen van die oude bakker, hij is een beetje getikt. Maar anderen zeggen, hij is wijs. Enkele mensen zeggen zelfs, hij is een profeet. Maar toen die oude bakker dat hoorde, mompelde hij, wat een onzin. Maar die bakker weet dat brood meer is dan alleen maar brood. En velen ontdekken dat voor het eerst bij die bakker in de Jacobstraat. Bijvoorbeeld de buschauffeur Gérard, die op een dag in de winkel kwam. Wat zie jij er bedrukt uit? Zei die oude bakker tegen de buschauffeur. Ik maak me zorgen om mijn dochtertje, zei Gérard. Ze is gisteren in een onbewaakt ogenblik uit het raam gevallen. Ze heeft de val overleefd, maar ligt nu ter observatie in het ziekenhuis. Hoe oud is ze? 4 jaar. Toen nam de bakker een stuk brood dat op de toonbank lag, brak er 2 stukken van af en gaf het ene stuk aan de buschauffeur. Laten we dit brood samen eten, zei hij tegen Gérard. Ik wil aan jou en je kind denken. Zoiets had de buschauffeur nog nooit beleefd, maar hij begreep wat die oude bakker bedoelde. En ze aten beiden een stuk brood en zwegen en dachten aan het kind.
Scrabble, jongens. Wordt hij weg, hè? Ik ben nu even aan mijn mandje.